Goedenavond bij de man van de match, naast me Niels Koussemens. Misschien onverwachts voor Niels, enkele weken uit de basisploeg geweest en vandaag toch een behoorlijk zou zijn een goede wedstrijd. Aan wat toe te schrijven, Niels? Ja, ik denk dat de weken ervoor een beetje de combinatie met school ook heel zwaar geweest is. Dat de trainer of de trainerstaf daar ook rekening mee heeft gehouden. En op dat moment waren de anderen gewoon beter. Beter op training, beter in de matchen. Bij mij was het oké op training, maar kwam er dan niet uit in de matchen, waardoor dat je er dan een paar keer naast valt. Dat moet je aanvaarden en gewoon verder gaan. U zegt, het komt er niet uit tijdens de wedstrijden. Denk niet dat u alleen bent dat er niet uitkomt tijdens de wedstrijden. Aan wat weet u? In feite, we hebben een mindere periode. Wat is de reden daarvan volgens u? Ja, gewoon de afwerking die nu een beetje laat afweten. Alhoewel dat we weer de kansen krijgen die we vorige week niet gehad hebben. Ik denk dat we weer opnieuw begonnen te voetballen vandaag. Mooie kansen, juist een tikkeltje geluk ontbrak. Silvio met een goede kans, maar goed gepakt, ja, daar kan je ook niks aan doen. Ik denk dat we vandaag ook wel geluk hebben met Jeremy, die ook een sterke match keept, die ons ook in de match houdt. Dus het kon eigenlijk alle kanten uit vandaag. Zijn ze niet een beetje in het hoofd, het vertrouwen? Ja, ik denk dat je 5 keer verliest achter elkaar. Oké, ja, dat kruipt dan natuurlijk wel een beetje in je hoofd. Mentaal ook, dat gaat meespelen. De supporters die niet tevreden zijn. Ja, je kan gewoon niet tevreden zijn met de ploeg op dit moment. Of ja, vandaag wel opnieuw bewezen dat we ervoor willen gaan, willen knokken. En hopelijk kunnen we dat verder zetten volgende week. Dus volgens u 1 goede wedstrijd spelen en alles is opgelost? Winnen, liefst dan vooral. Ja. Oké. En uw kwetsuur, hoe zit dat? Krampen. Krampen, oké, daar gaan we ze niet over spreken. Er zijn verschillende supporters die op u als man van de match aangeduid hebben. Maar er is maar 1 iemand die de schiftingsvraag juist geeft. Namelijk in welke Italiaanse ploeg speelde Mikchef voor zijn aankomst in Oostende? Het was Ancona. En toevallig geeft uw vader deze schiftingsvraag juist. Dus u gaat kunnen gezellig gaan eten met uw vader in de Charlesbank. Ik wens u nog een goed herstel. En woensdag in Denteren een spetterende wedstrijd. Dank u wel. Bedankt.